Hallo Danielle, ik lees hier schema presentatie PPV in opleiding. Ik zie hier allerlei regels met overgang naar volgende fase enzovoort. Nou, daar kan je wat van vinden. Maar even inhoudelijk reageren. Ik zie dat jullie praten over 100% aanwezigheid, 80% aanwezigheid. En doorgang van, nou laat ik het zeggen, dit is allemaal uit den boze. Er is vastgesteld aantal uren. Die staan vastgelegd in de herontwerp tool, het oude topmodel. Dat betekent dat die uren gewoon gemaakt moeten worden. En je kan als opleiding niet zeggen van je mag ook minder en dat is dan prima. En zeker deze NB afwezigheidsmarge van 10% betekent dus dat je gewoon 10% meer onderwijs moet programmeren. En als je dit al vooraf meldt, betekent dus dat je onderwijs gewoon 10% naar beneden draait. Dus. Even als kadermanager zeg ik, dit kan niet. En zeker nu het op papier hebt staan. Dit zijn discussies die al 10 jaar geleden zijn gevoerd. Dat wij dit soort regels niet kunnen maken, niet willen en ook niet mogen. Dus ik ben benieuwd.